Hallo iedereen, ik ben Evelien van Kouwenbergen, opleidingscoördinator van de opleiding Ergotherapie AGO West. In deze korte presentatie zal ik uitleg geven over wat het beroep ergotherapie inhoudt en waar onze opleiding voor staat. Een studiekeuze maken is niet evident, maar als je ergotherapie overweegt, is het belangrijk dat je iemand bent die graag actief en creatief wil werken met mensen en samen met hen op zoek wil gaan naar oplossingen op maat. De opleiding ergotherapie AGO West stellen we voor aan de hand van een boom. In de stam van de boom staan de drie kernelementen van ergotherapie, namelijk de cliënt, zijn handelen en zijn eigen omgeving. Als ergotherapeut kies je ervoor om te werken met mensen. Enerzijds wil je mensen met een of ander handelingsprobleem helpen en anderzijds werk je ook met collega's samen binnen een multidisciplinair team. Je werkt doorheen de opleiding met de vier belangrijkste doelgroepen van een ergotherapeut en deze kan je vinden in de kruin van de boom. Dit gaat dus over personen met fysieke beperkingen, personen met ouderdomsgerelateerde problemen, personen met psychische problemen en personen met ontwikkelingsstoornissen. Deze brede doelgroep vertaalt zich uiteindelijk in ook talrijke beroepsmogelijkheden binnen het ruime werkveld van de gezondheidszorg. Je kan dus aan de slag gaan in ziekenhuizen, voorzieningen voor ouderen, de thuiszorg, centra voor ambulante revalidatie, multifunctionele centra, maar ook psychiatrische centra, scholen of beschutte woonvormen. Vast staat sowieso dat je als afgestudeerde ergotherapeut breed inzetbaar bent en vlot de weg vindt naar de arbeidsmarkt. Als we dan terugkeren naar de kernelementen van ergotherapie die in de stam van de boom staan, zie je dus naast de cliënten ook zijn handelen en zijn omgeving centraal staan. Als ergotherapeut ga je namelijk mensen begeleiden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zowel in wonen, zorgen, als op vlak van leren werken of op vlak van spelen, vrije tijd, om uiteindelijk zo de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van je cliënten te verhogen. Een voorbeeld binnen de fysieke revalidatie is dat de cliënt samen met de kinesietherapeut bijvoorbeeld de spieren van de schouder gaat gaan versterken en de beweeglijkheid verbetert. Als ergotherapeut gaan we daar dan verder op gaan bouwen en gaan we naar oplossingen op maat om dagelijkse activiteiten zoals het kammen van je haar, het opheffen van een wasmand of het plaatsen van handdoeken in een hoge kast beter te kunnen uitvoeren. Als we dan terugkeren naar onze boom, dan zien we eigenlijk rond de kruin ook nog zes bollen staan en dat zijn de zes beroepsrollen die rond de kruin van de boom staan. Deze geven de verschillende dimensies van het beroep weer. Als ergotherapeut ben je namelijk naast behandelaar ook handelingsdiagnosticus, gezondheidswerker, onderzoeker, manager en innovator. En deze rollen vormen de basis voor de inhoudelijke invulling van ons programma en zorgen ook voor een gevarieerde en optimale voorbereiding op je job als ergotherapeut. Onze bacheloropleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 180 studiepunten. De studiepunten worden bij elke module weergegeven en geven dus aan hoe zwaar een module doorweegt in het semester. Dus het eerste jaar bestaat uit 2 semesters. En daar zie je dan dat kennisvakken zoals biomedische basiskennis met 9 studiepunten in het eerste semester, 6 studiepunten in het tweede semester, belangrijke kennisvakken zijn. Maar ook pathologie, grondslagen 1 en 2, dat zijn ook belangrijke kennisvakken in dat eerste jaar. Maar uiteraard is er ook al ruimte om de kennis te gaan toepassen in eenvoudige afgebakende situaties waarbij je nog sterk ondersteund en begeleid wordt door de lectoren. Dat zijn de vakken waarvan de studiepunten in het blauw of in het paars staan. Dus in het eerste jaar is dat bijvoorbeeld analyse van handelen 2, professionele communicatie, evidence-based werken 1 en de keuzeminoren. En tenslotte krijg je ook in het eerste jaar al kans om kennis te maken met de authentieke beroepscontext, namelijk via werkveldbezoeken, opdrachten en ook een eerste stage in het tweede semester. Als we dan verder opschuiven, als we naar het tweede jaar gaan, dan gaat het gewicht verschuiven naar aldoende leren in gesimuleerde en reële omgevingen en meer zelfstandig werken als student. Je gaat meer kennis en inzicht verwerven in mogelijke beperkingen in het handelen en welke oplossingen je dan uiteindelijk kan bieden als ergotherapeut. Bijvoorbeeld welke ergotherapeutische behandelingen kan je aanbieden aan personen met dementie, een leerling met autisme, een persoon met een dwangstoornis enzovoort.
En als je dan uiteindelijk in je laatste jaar bent, in je derde jaar van de opleiding, dan zijn jullie zelf aan zet om nieuwe kennis te verwerven en gaan jullie zich verder professionaliseren aan de hand van casussen en projecten uit het werkveld, maar ook praktijkgericht onderzoek en een groot deel stage. Uiteindelijk staan er dan nog drie bollen in onze boom. En deze drie bollen geven weer dat eigenlijk onze opleiding Aerotherapie aan HOWEST eigenlijk net dat tikkeltje meer heeft. Je kan namelijk in het eerste jaar gaan kiezen tussen twee unieke keuzeminoren. Experience and Challenge en Wellbeing and Coaching. En aangezien je hier een keuze in moet maken, zal ik ook ze kort inhoudelijk toelichten. In de keuzeminor Experience and Challenge leer je cliënten op een veilige manier uitdagen aan de hand van ervaringen in de natuur. Door cliënten uit hun comfortzone te halen, geef je hen de kans om tot bewustere keuzes in hun betekenisvol handelen te komen. In het eerste semester ligt de focus op het zelf ervaren van uitdagende activiteiten in de natuur. En in het tweede semester wordt er meer de focus gelegd op de begeleiderstijlen, als ook hoe je dergelijke activiteiten kan gaan opbouwen en kan gaan aanpassen aan verschillende doelgroepen. In de minor Wellbeing en Coaching leer je dan eigenlijk cliënten versterken vanuit hun eigen kracht. Je leert hoe je als ergotherapeut wellbeing kan gaan bereiken voor je cliënt en je maakt kennis met coachingsmethodieken en complementaire technieken. In het eerste semester maak je kennis met de achtergrond van wellbeing en ga je echt zelf ook gaan ervaren wat bewust ontspannen is, wat lichaamsgericht werken is en hoe lichaam en geest verbonden zijn met elkaar. In het tweede semester maak je kennis met twee wetenschappelijke onderbouwde complementaire technieken, namelijk aromatherapie en yoga. En deze ga je uiteindelijk ook leren integreren in een ergotherapeutisch behandelplan bij verschillende doelgroepen. En tenslotte komen we bij de derde bol, Assistive Technology for Everyone. Dat is een module die je doorloopt in het tweede jaar en deze module doorlopen alle studenten. Deze module is ook uniek in Vlaanderen en is eigenlijk het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de opleiding ergotherapie en de opleiding industrieel productontwerpen aan HOWEST. Als ergotherapeut ga je sowieso hulpmiddelen gaan hanteren om personen met een handelingsprobleem bij te staan. En binnen de major Assistive Technology for Everyone ga je specifiek de brug gaan maken tussen assistieve technologie en de do-it-yourself cultuur. Je leert eerst en vooral een grote diversiteit aan hulpmiddelen kennen en het terugbetalingssysteem ervan. En op gebied van do-it-yourself maak je kennis met de basismethodiek, namelijk co-design met je cliënt en of een maker waarbij je bestaande hulpmiddelen gaat hacken of aanpassen. Je verkent hierbij gekende en vernieuwende materialen, zoals stof, klei, duct tape, lijm, spanbandjes en gaat ook aan de slag met fabrikagetechnieken zoals houtbewerking, 3D-printen, lasercutten enzovoort. Ten slotte willen we kort nog een aantal troeven meegeven van onze opleiding. Als opleiding kiezen we voor een persoonlijke aanpak waarbij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat. En dat doen we door te werken met kleine groepen en ook een laagdrempelige relatie met de lectoren is heel belangrijk. En daarnaast krijgt ook iedere student bij de start een coach toegewezen die je persoonlijk zal begeleiden doorheen de volledige opleiding. Ten slotte gaan we je ook echt stap voor stap helpen om jouw plaats in de sector te vinden. En we doen dat uiteraard niet alleen met theorie, maar ook met heel veel praktijk. Er zijn eerst en vooral 5 stageperiodes doorheen onze opleiding, waarbij het dus verplicht is dat je bij de 4 belangrijkste doelgroepen van een ergotherapeut minimaal 1 keer stage loopt. Op deze manier leer je dus ook alle aspecten van het beroep kennen en uiteraard kan je naast stage lopen ook deelnemen aan heel wat practica waar je onder leiding van ervaren praktijklectoren met elkaar, maar ook met cliënten in reële werkomstandigheden de nodige vaardigheden kan verwerven. En tenslotte zijn er ook nog heel wat werkveldgerelateerde opdrachten en projecten waar je actief aan meewerkt. En als je dan afstudeert, heb je uiteindelijk een heel mooi portfolio op zak waarmee je naar het werkveld kan stappen.
Tenslotte hebben we ook echt nog een heel mooi aanbod internationalisering voor jullie. Aan onze opleiding krijg je heel wat kansen daartoe. Je kan namelijk vanaf het tweede jaar deelnemen aan internationale studiereizen en projecten. En in het laatste jaar kan je ook kiezen voor een stage in het buitenland. En dat kan echt over de hele wereld en uiteraard staan we jullie bij in de zoektocht naar een kwalitatieve stageplaats. En tenslotte geven we ook nog mee dat we vanaf september dus verhuizen naar onze gloednieuwe campus, de Penta. En de gloednieuwe campus ligt op een boogscheut van het station en ook vlakbij het centrum van Kortrijk. En die ideale bereikbaarheid gaan we combineren met aangename leslokalen, een professioneel skills lab, een familiale sfeer en persoonlijke begeleiding. Specifiek voor de opleiding ergotherapie is er dus een skills lab aanwezig en uiteraard gaan we daar volop gebruik van maken voor al onze lessen die we aan jullie willen geven. We kijken er dus naar uit om jullie te verwelkomen. Aarzel dus vandaag niet om contact op te nemen met de lectoren, studenten, alumni, om vragen te stellen aan ons. En sowieso wensen we ieder van jullie heel veel succes met jullie studiekeuze en hopelijk tot binnenkort.